Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sani Direct, trotse partner van de Amsterdam Gold Race Tourtocht. Leuk dat je luistert naar een nieuwe Wielenflits podcast. Mijn naam is Maxi Morsels en in deze aflevering gaan we vooruitblikken op de Amsterdam Gold Race. Dat doe ik met collega Raymond Kerkhoffs en met koersdirecteur Leo van Vliet. Eigenlijk hartelijk welkom, maar eigenlijk moet ik zeggen dank dat we hier te gast mogen zijn. Ja. Want waar zitten we? Welkom op de Kouwberg. Ja. De zoete zoen. In een klein bruin café waar je heel goed moet kijken naar plekjes waar het niet over wielrennen gaat. Nee, het is een soort gegroeid tot een wielermuseum en met een deur met, zelfs Eddy Merckx staat erop. Ja, allemaal handtekeningen van bekende wielrenners, oud-wielrenners en de top van de wereld. Ja, welkom breekt er nog? Welk heb je er het liefst zo snel mogelijk op staan? Ik denk Pogacar. Ja, nou goed, dat kan na zondag het geval zijn. Ja, dan moeten we maar een beetje aan gaan werken. Daar gaan we het straks over hebben. We gaan het hebben over de Amsterdam Gold Race. En eigenlijk in alle facetten. Als we het over de Amsterdam Gold Race hebben, waar hebben we het dan eigenlijk over? We hebben een mannenrace, een vrouwenrace, een toertocht. Nou, ik denk het totale pakket wat het ondertussen is. En dat maakt de Amsterdam Gold Race in mijn ogen mooi. Ja. En veel meer dan alleen een weekend. Hè? 365 dagen kun je de routes van de Amstel Gold Race rijden. Ja, ik als Limburger weet denk ik wel redelijk goed hoe groot het belang van de Amstel Gold Race hier in Zuid-Limburg is. Ja, zeker die 365 dagen, waarmee alle fietsers, die zie je toch altijd de bekende heuvels oprijden. De finale eigenlijk vanaf de IJzerbosweg, Vromberg, Keutenberg, Kouwberg. Ja, dat maakt de Amstel Gold Race. Ik las in een oud interview met jou van een aantal jaar geleden dat nog een heel gedoe is geweest om die bordjes, die wegwijzers. De eerste keer waren we een beetje voorbarig geweest. Dan hadden we ze al opgehangen, maar die maat was niet goed. Want dan moesten een beetje dezelfde maat als wat er al hing. Maar ja, die hebben we nog even laten hangen. Toen werden ze allemaal gestolen, dus toen waren we er gauw vanaf. Ja. En dat is nu niet meer het geval? Nee, toen hebben we de goede opgehangen. En eens per maand hebben we iemand die de routes controleert. Echt waar? Want er gebeurt nog wel eens dat er een dan moet elk jaar, elke keer moet er nog nieuw opgehangen worden. Ja. Wat is de populairste? Oh, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee, dat weet ik niet. Er was wel eentje populair daar in de afdaling van de, even kijken, de IJzerbosweg aan de andere kant naar beneden toe, naar de, hoe heet die weg van? De Vromberg. Ja, naar de Vromberg. En daar was een boer, die was helemaal niet blij dat die wielrenners er allemaal kwamen. Oh, die haalden ze zelf weg? Ja, dat bleek achteraf een boer te zijn die ze gewoon elke keer weghaalden. En dan reed ze elke keer verkeerd. Maar dat is toch ook de plek waar af en toe punaises lagen voor de Amstel Gold Race, hè? Op de Vromberg. Ja, hebben we ook wel eens meegemaakt, ja. Maar toen ben jij naar die boer toe gegaan en... Nou, toen hebben we op een gegeven moment, toen gingen we het op de weg, gewoon die pijlen op de weg zetten. Ja, toen dacht ik, ja, wat moet ik daar nou weer mee? Maar uiteindelijk is dat opgelost. Dat hebben wel een paar bordjes gekost. Ja, dat geloof ik. We gaan het eens even helemaal terug naar het begin, Leo. Jij doet dit al sinds 1995. Ja. Dus 1 jaar is niet geweest. 1 jaar is niet geweest. En 1995 heb ik het samen met de founder, Herman Krot, gedaan. Dat was toen de 30ste Amstel Gold Race. Dus ja, moest kijken hoe net. En toen dacht ik, over 30 jaar, ja, het schiet al aardig op. Wat staat je nog bij van die jaren? Nou ja, dat natuurlijk dat alles veel anders was natuurlijk. Hè. We hadden de Tour toch niet, we hadden geen vrouwenkoers. Ik kwam erin en Herman Krot had een bepaald systeem. Hè. Die organiseerde in de jaren 60 criteriums in Nederland voor beroepsrenners. En als Amsterdammer had hij contact met Amstel. En die was dan sponsor in die criteriums. Dus Amstel was al... Er zijn al foto's van 1948 dat ze sponsor waren in de Ronde van Nederland. En toen zeiden ze eigenlijk met Jean Nelis, en er zijn er verschillende verhalen over, maar uiteindelijk zeiden ze, ja, wij moeten in Nederland toch ook een grote koers hebben. Hè? We hebben overal die zogenaamde monumenten nu. Die gaan we nog wel een keer inhalen, maar dat zal nog een paar honderd jaar duren. Gaan wij niet meer meemaken, maar... Toen zei hij, ja, dan moet in Limburg toch ook een koers komen. En dat was in 1965. En die is in 1966 gekomen. En dat was oorspronkelijk gepland. Wilden ze van Amsterdam naar Maastricht rijden. Maar ja, toen kregen ze daar geen vergunningen voor. En een hele ik heb dat allemaal eens teruggelezen in al die bladen van toen. En uiteindelijk zei ze toen op Koninginnedag, 66 is de eerste geweest. Die startte toen in Breda via Helmond naar Meersen. Maar ze hadden geen rekening gehouden dat er heel veel dorpskernen afgezet waren... door spelen, door
evenementen van de Koninginnedag. Ja. Ja. En toen, niemand weet hoeveel kilometer het eigenlijk geweest is die dag, maar ver over de 300 kilometer. Ja. Vervolgens heb jij in heel veel jaren later, 1995, het stokje overgenomen. En hij heeft hem natuurlijk gefietst, want ik zit hier rond me te kijken en ik zie in één keer het shirt van Michel Mercier. Volgens mij was dat de ploeg waar jij voor de eerste keer de Amstel Gold Race in 1978 heb ik ook mijn beste resultaat gehaald. Dan werd ik achtste in de Amstel Gold Race. Toen reed ik bij Joop Zoetemelk in de ploeg, bij Michel Mercier. En was ook heel slecht weer. En ik kwam in een ontsnapping te zitten voor de Keutenberg. Ja, en toen na de Keutenberg kwam er een aardig groepje mee terug. Maar wat betekende als renner voor jou die Amstel Gold Race? Want we kijken nu naar mijn Michel Mercier, maar je hebt natuurlijk de bekendste jaren van de rallyploeg meegereden. Met Jan Raas, die 5 keer de Amstel Gold Race heeft gereden. Dat moet heel bijzonder zijn, hè? Ah, dat was, als Nederlander moest je gewoon die koers rijden. Daarom heb ik me ook wel een paar jaar geleden geërgerd. Dat heel laconiek van, het komt niet helemaal goed uit en dan rijd ik maar niet. Maar ja, toen de tijd als Nederlander, de Amstel Gold Race, dat is. Maar daar droomde ik al van toen ik bij de Amstel Bier wielerploeg reed in de jaren 75, 6, 77. En we reden toen voor wedstrijden voor Amstel. Dus dan zag je ze al finishen en toen dacht je, weet je, dat was het helemaal. Hè? Ja, de grootste koers van Nederland. En omstreek. En omsteken. Ja, tuurlijk. Maar goed, stop je als wielerprof. Er zitten heel wat jaartjes tussen. En vervolgens, hoe is dat toen gelopen om uiteindelijk dat stokje over te nemen? Nou ja, ik heb natuurlijk 3 jaar in de Amstel Bier wielerploeg gereden. In die jaren 75. En ik had altijd wel contact nog met Herman Krot. En toen in 94, ik ben gestopt in 96. Toen belde hij me op en hij wilde met me afspreken. Dus heb ik met hem afgesproken. Toen zegt hij, ik heb 3 man op mijn netvlieg die eventueel mijn opvolger zouden kunnen worden. Want in 95 word ik 65 en dan stop ik ermee. En hij zat ook altijd wel een beetje met zijn gezondheid. En ik denk, dat lijkt me wel wat. Wat denk jij op dat moment? Nou, ik dacht altijd, ik ga terug in de wielersport nog. Wij hadden natuurlijk ons bedrijf opgebouwd. En dan hadden we verkocht in 93. Ja, Van Vliet. Containers. Ook altijd sponsor geweest in de wielersport. En ik dacht, ik zou toch wel als ploegleider of iets terug. En toen werd ik gevraagd naar Amstel Gold Race. Toen dacht ik, dat was voor mij toch nog wel even een andere soort categorie. Hoe bijzonder was het eigenlijk voor jou dat Herman Krotje dat vroeg? Want als ik eigenlijk, zo goed als ik jou ken, en dat is vrij goed, zijn er 2 mensen die een behoorlijk grote invloed op jouw leven hebben gehad. 3 personen, ik denk je oudere broer Krien. Ja. Maar ook Herman Krot en Peter Post. Die hebben echt wel jouw leven een beetje vormgegeven. Weet je, als ik er aan terugkijk, en dat kwam ik al heel. Dat speelt al veel langer, dus niet vandaag of gisteren. Dat mensen die gewoon recht tot de raap en weet je, en gewoon no nonsense. Dat je daardoor eigenlijk beter gevormd wordt. Als dat iedereen maar schouderklopjes geeft en pappen en nat houden. En uiteindelijk ben ik zelf ook niet zo. Van je moet gewoon presteren. Dat zijn eigenlijk mensen die zijn zoals jij bent. Herman Krot, je kon toen kiezen. Dan kon je bij Jan van Erp ploeg rijden. En dan kreeg je een hele fiets met alles Campiello erop. En Herman Krot zei, je krijgt bij ons alleen een frame. En de rest koop je zelf maar. En toch wilde iedereen wel bij Amstel rijden. Want Zoetemelk kwam daar vandaan. Kneteman en... En ik koos ook die weg eigenlijk wel. Kijk, die mensen hebben gewoon... Peter Post was natuurlijk heel vervelend om bij te rijden, want hij was nooit tevreden. Maar dat moet ik eerlijk zijn, dat heb ik zelf... Ik ben wel tevreden, maar ik ben wel veel eisend. Ik leg de lat ook hoog en dan kom je ook verder. En dat was bij mijn oudste broer in het bedrijf ook. Toen ik van de fiets afkwam, ik stond gewoon onder aan de ladder. Dan hadden wij wel een aardige ladder met 6 broers... Maar gaandeweg ben ik wel veel voorbij gelopen. Ook omdat ik gewoon fanatiek ben. Als ik iets doe, dan doe ik het goed of ik doe het niet. Ja. En dan gaan we nu even naar het moment toe dat Herman jou vraagt. Ja, dat was in augustus 1994. En toen zei ik, natuurlijk, dat wil ik. Ik denk, dat is nog veel mooier. Het is ook een grote erfenis die je eigenlijk op je neemt. Ja, maar bij sommige dingen heb ik gewoon, als ik ergens aan begin, dan geloof ik erin en dan maak ik... Kijk, dan zie ik niet de moeilijke dingen ervan. En dan ga ik er ook voor. En ik dacht, dat is zo Amstel Gold Race. Dat was het voor mij. Daar deint je niet voor terug. Nee. En ik denk, dat past mij. En ik denk, het past me nog veel beter.
En ik was natuurlijk, we hadden de zaak verkocht, dus ik kreeg er ook tijd voor. Maar je zegt, het past je nog veel beter en dan stop je. Zat je dan toch in je gedachten ook ergens van bij een ploeg te doen? Nou ja, ik had altijd wel een beetje afspraak met Jan Raas. Ik wil nog misschien wel als ploegleider terugkomen of zo. Maar ja, dan ben je... Ik had natuurlijk, doordat wij ons bedrijf verkochten, ook een bepaalde vrijheid. Dat ik niet per se ploegleider hoefde te worden om geld te verdienen of iets te gaan doen. En Herman Krot zei, ja, het is geen fulltime job, dus je kan het erbij gaan doen of weet ik wat. Ja, ik was gelijk. Ik denk, jezus, dat is mooi. En dat was het ook. En is het ook. Maar is dat ook altijd geweest? Ja, ik ben natuurlijk eigenlijk iemand die natuurlijk, als ik iets doe, dan ben ik het ook na een paar jaar wel weer zat. Nou ja, ik zit hier nu, ben 28 jaar al bezig. En ja, ik vind het nog steeds een uitdaging. Omdat er gewoon zit veel in. Maar ik kan ook mijn creativiteit of mijn ideeën kwijt. En gaat zeggen soms mensen, ja, maar het is toch een draaiboekje. Je begint gewoon, ja. Nou, ik kijk nooit in een draaiboek. Ik heb mijn eigen draaiboek in mijn hoofd. En ik, ja... Als de wedstrijd op slot zit, dan moet je wat gaan verzinnen. En, ik heb de Keutenberg er terug ingebracht. We zijn al een paar jaar naar Maastricht gegaan. Nou, ja. Ik wil zeggen, het lijstje is best lang. Je noemt er al twee. De finish hier verlegd. Recent eigenlijk nog die hele finale hertekend met niet meer de laatste keer. Ja, en dan Kouwberg. Die smalle wegen erin. Ja. En, nou ja, dat vind ik ook een uitdaging, weet je wel. Want ik ken slecht tegen kritiek. Dus als ik dan 3, 4, 5 jaar... die finale is niet goed en de wedstrijd zit op slot. Ja, dat lag niet aan mij, maar ik was wel degene die het op kon lossen. Maar die kritiek, dat vind ik wel interessant. Slecht tegen kritiek. Maar van wie komt dat dan? Zijn dat dan de renners, luister je naar die? Of luister je als het publiek het zegt van het is een saai? Nee, het zijn journalisten natuurlijk die het zeggen. Want die zeggen, ja, die wedstrijd zit op slot. En dat zie ik zelf ook wel. En dat zie je ook in heel veel wedstrijden gebeuren. En wij hebben beslissingen genomen die later ook door Luik genomen zijn. Dat ze ook niet meer op die beklimming finishten in Anstar. En ja, dus maar dat vind ik ook het leuke. Hè. De corona was natuurlijk heel vervelend. Maar voor mij is dat wel, dan ben ik wel op mijn best. Ja, maar toen moest het in één keer naar een... Toen konden we helemaal niet rijden het eerste jaar. Maar ik heb tot laatst toe... En dan ben ik ook altijd weer, denk ik, ja, we moesten op 10 dagen van tevoren toen in oktober afzeggen. Want in het voorjaar ging het al helemaal niet. En toen in oktober... waren we nog heel ver en toen hadden we... Want ik herinner me eigenlijk van die editie vooral... dat jij in tranen bij de NOS stond. Ja, maar dat is de emotie, omdat je zo hard gevochten hebt. En ja, normaal ben ik wel gewend het altijd weer de oplossing te hebben. Ja. Maar in dit geval, ja, als Rutte een persbericht doet... van er mag niemand, geen publiek bij sportwedstrijden. En dan zie ik... En dan ben ik natuurlijk, was ik in tranen, of ja, weet je, de emotie, dat doet mij wel wat. Dat gewoon moet zeggen dat het niet doorgaat. Maar aan de andere kant denk ik dan ook, want het glas is dan toch half vol. Ja, beter nu als over een week, want dan hadden we nog een heleboel kosten gemaakt. Ja. Dus er zit altijd weer een kant aan. En toen dacht ik ook, ja, maar volgend jaar, linksom of rechtsom, dan ga ik nu vanaf nu gelijk aan werken. Dan moeten we gewoon dat parcours, dan maar op een rondje. Nou, dat hebben we toen ook gedaan. Ja. Maar daar waren we toen ook nog mee bezig, op 10 dagen ervoor. Dat was destijds gewoon onhaalbaar. Ja, en toen, nou ja, dus het eerste jaar hebben we ook veel geld verloren. En nou, het tweede jaar hebben we een hoop goed gemaakt door op een andere manier in te vullen, creatief te zijn. En dan, ja, dat vind ik wel leuk om te doen. En dat, daarom doe ik het denk ik ook nog zo lang. Ja. Raymond, je hebt natuurlijk de koers, je bent hier van de regio. Je hebt de koers, denk ik, al je hele leven zien ontwikkelen. Nu de laatste jaren, wat vind jij de belangrijkste eigenlijk evolutie die de Amstel Gold Race heeft doorgemaakt? Nou, ik denk vooral twee evoluties. Ten eerste denk ik dat het heel goed is geweest om de finish niet op de Kouberg te laten. Dus dat je die toch niet op een berg hebt, maar daarna nog een 16 kilometer rijdt, waarin de koers zich verder kan ontplooien. Ja, en dan het verdere opzoeken van smallere wegen. Kijk, je zag elk jaar de IJzerbosweg, dat is echt het breekpunt van de wedstrijd. Ja, en dat was vroeger op een kleine 20 kilometer van de finish. Ze hebben nu een 16 kilometer verlengd, nu die finish is verplaatst naar Veelt en dat rondje met de Gullemerberg en de Bemelerberg. Ja, ik denk dat daardoor de finale echt een stuk langer is geworden, ook veel meer open is geworden en de koers daardoor veel mooier is. Ja, ja, en we hebben ook een voordeel dat we weer een ander... Die renners die zijn in die molen gekomen van die sprint op de Kouberg, Bettini. We hebben natuurlijk fantastische renners gehad, Bettini 2 keer wereldkampioen. Valverde, ja, dit was toch de koers van... Maar die konden hem toch niet winnen op een of andere manier. Omdat, ja, er waren toch veel renners van het moment van de dag. Aan de andere kant was het toch ook wel weer heel mooi. Ik bedoel,
Waalsepeil, wordt ook niet over nagedacht om die aan te passen. Nee, maar ja, het is toch verschrikkelijk om daar de hele dag voor naar de tv te gaan kijken. Nou, dat doe je niet. Daar ben ik met je eens. En ik denk dat ze gewoon, ze moeten toch... Ik snap ook niet waarom ze het zo laten. Want het is natuurlijk toch niet een aantrekkelijke wedstrijd. En ik heb wel zeggen, ja, die laatste paar honderd meter. Maar dat is, hoe lang is het? 2 minuten, 3 minuten. Ja. Wat staat er nu nog op je verlanglijstje? Qua aanpassingen aan het parcours? Nou, momenteel niet. We zijn tevreden en de koers is mooi. En het voordeel is van die smallere wegen, want dat heeft dan, want toen we dat rondje deden en niet meer financieren, toen na 1 of 2 jaar hebben die renners dat ook weer, zijn net een soort dieren of weet ik, dat hebben ze het weer in de gaten. Denk ik, ja, maar we hoeven ons niet. Kijk, als ze nu de Kouberg opkomen hier op 16 kilometer, de kopmannen moeten van voren zijn, want dan gaan ze toch hier zo de selectie doen, de knechten, want als je dan naar beneden over de finish rijdt, je gaat naar beneden, de Geulemerberg, moet je gewoon bij de eerste 15 zitten. Want dat heb je, kijk de beelden maar terug van de laatste jaar. Ja, dan moet je reageren, dan kom je daarboven en dan moet je, daar kun je niet een knecht nog zijn werk laten doen. Maar dus als jij als koersorganisator moet dus eigenlijk om de paar jaar toch een beetje het parcours aanpassen om weer de renners te verrassen. Ja, te nou ja, uiteindelijk, we hebben wel een heel groot voordeel dat we ander type renners gekregen hebben. Ja. Dat wil ik net al zeggen. Kijk, en die renners zaten op slot met Van Verde en Bettini. Want die dachten van ja, die hadden een gevoel, als ik een aanval, een cartouche deed, noemen ze dat dan. Dan kan ik er maar eentje doen. En deze renners, nou ja, kijk maar naar Van der Poel en Van Aert. Ja, die kijken daar helemaal niet naar. Pogacar, Evenepoel. En, ja, dus, en nou ja, ook Gilbert, hè, de laatste keer dat hij won, dat hij natuurlijk op 50 kilometer al ging. Dat, er is ook een beetje een verandering. En die ploegleiders, die zaten maar, ja, die deden zo'n oud computer floppy erin voor de koers. En die dachten, nou ja, dan gaan we zitten. Dan gaan we de hele dag lekker kijken hoe mooi Limburg is. Ja. Dus ik was wel blij dat toen afgelopen was. Aan welke editie koester je de mooiste herinneringen? Ja, uiteindelijk toch ook wel die van Van der Poel. Maar daarvoor was ik altijd wel, hoe die het ook gedaan zou hebben, of weet ik wat, Björn Ries. Toen, dat is al van 97, denk ik. Dat de toerwinnaar dat jaar erop bij jou rijdt. En dat hij dan een solo van 40 kilometer, heel indrukwekkend. Hij reed, toen reden we nog over België, toen reden we bij Neerkannen in de buurt. Ja, dacht ik dat hij een lekker band had, maar toen had hij een licht wiel erin laten zetten. Toen dacht ik, ja, lekker band, god, dan rijdt hij nog lekker. En hij komt terug en hij rijdt gewoon aan de andere kant van de weg, rijdt hij weg. En dat hebben we nooit meer teruggezien. Maar gewoon de manier hoe hij fietste. En, ja. Ja. En 2019? En 2019, ja, daar heb ik natuurlijk het minste van gezien. Op televisie heb je dat veel beter gezien. We hebben wel een tv, maar dat gaat via internet en dan valt hij wel eens weg. En dan zit je soms 20 seconden later. Maar ja, toen ik, wat daar natuurlijk gebeurd is en wat ik teruggezien heb. Ja, dat hij gewoon een gat dichtrijdt waar je normaal 3 knechten voor nodig hebt. En gewoon van kop af die sprint gaat doen. En waren gewoon kansloos. Ja. Toen nog ook allen heel verrast over hoeveel verschillende wendingen en hij en ook Wout van Aert natuurlijk kunnen doen in de koers. Ja, inmiddels met wat we afgelopen weekend hebben gezien, eigenlijk de hele afgelopen jaren, zijn we dan helemaal niet meer verrast. Maar dat was wel ook weer een van die vroege momenten dat we Van der Poel weer iets geks zagen uithalen. Dat hij al eerder in de koers wegging. Ja, ja, nee, ja, maar hij was bij mij al helemaal uit mijn hoofd. Want ik doe normaal 10 kilometer voor de streep, geef ik de prijs voor de strijdlust weg. En er was natuurlijk een groep vooruit geweest, maar er was niet iemand die zich daarvan onderscheidde. Meestal als je dan iemand dan nog ontsnapt, dan geven die de prijs. Toen dacht ik, nou ja, Van der Poel, weet je, die is nou even zo hot. Geef ik hem die prijs maar. Ik denk, hebben we hem nog op het podium, is leuk voor de mensen. Inderdaad, Bram had zijn pijl nog gewonnen daarvoor, geloof ik. En hij was natuurlijk in Vlaanderen zo in de weer geweest. En ja, en toen moesten wij ineens, ik zat achter die koplopers. Vugelsang en Alaphilippe. En ineens begonnen ze auto van Shimano achter mij te toeteren. En, ja, ik zei, nou, ik stond uit de auto, dus ik kon zien. En ik reed achter ze, dat was geen paniek, maar de Kwiatkowski kwam eraan. En ja, toen konden we, ik zei, nou ja, nog 300 meter en dan kunnen we naar rechts en kunnen ze voorbij laten gaan. Ja, dan komt die Kwiatkowski aan en vervolgens komt ineens die groep met Van der Poel. En ik zie die rood-blauwe trui. Ik denk, oh ja, die zat er ook nog, joh. Maar ik had dat allemaal niet mee gehad. En wat er toen gebeurde, nou ja, dat is de hele wereld over gegaan. Ik wil zeggen, als koersdirecteur het mooiste cadeau wat je kunt krijgen. Ja, tuurlijk. Dus ja, ik kreeg zelfs nog een reprimande van de UCI, omdat ik niet mag juichen als er een Nederlander wint of zo. Ja, heel vreemd, want er wordt al 20 jaar gevraagd waarom wint er geen Nederlander meer. Dus, maar ja, ik heb er maar maling aan. Een van de zaken die jij ook hebt
hebt neergezet is, of hij hebt laten komen, is de toertocht. 2004 de eerste keer? Ja, 2004, dat klopt. Ja. Ik las erin ook dat... Ja, we waren in 2002 begonnen in Landgraaf. Wat wilde jij zeggen? Nou, ik las in ook in een oud interview met jou dat de aanloop van die toertocht nogal wat horten en stoten had. Ja, hier zo. Ja. Ja, nou ja. Iets wat je eigenlijk nu niet meer kunt bedenken, want volgens mij... Nee, maar weet je, dat was ook een samenloop van omstandigheden. Ik kwam toevallig net de burgemeester van Valkenburg hier net nog tegen. Die speelde een hoofdrol daarin. En we zijn in 2002 begonnen met Limburgs Mooiste. Daar waren we sponsor van. En 2003, maar ja, weet je, op een gegeven moment... Ja, dan denk ik, ja, waarom laten we het een ander doen? Waarom doen we het zelf niet? En ja, toen wilde of in 2002 zijn we het zelf gaan doen. Daarvoor waren we een paar jaar sponsor. Toen gingen we het zelf doen. Maar ik reed hier toen van 2003 af hier de Amstel Gold Race, toen we hier finishten. En ik zie alleen maar fietsers onderweg, weet je. En ik denk, ja, weet je. En we deden die toertocht in augustus. Ik denk, ja, dat moeten we gewoon in het weekend doen. Want en ik was in de Ronde van Vlaanderen wezen kijken. Ik denk, ja, dat is veel mooier. En, ja, want het succes is de dag voordat... Ja, die fietsen zijn, die mensen zijn hier allemaal al. Die rijden zondags, maar die moeten zaterdags gewoon rijden. Maar ja, toen wilden wij dat doen. Maar toen was er net een convenant gesloten tussen alle gemeentes. Dat wij in het najaar zouden blijven. En Limburgs Mooiste zou in mei zijn. En ze zeiden, ja, dat moet een beetje gespreid worden. Want er gebeurt natuurlijk wel wat in Limburg als dat zo'n weekend is. Maar ja, ik denk, ja, tegen mijn moraal in. Ja, want jij wilde hem al ja, direct... Ja, dus ik zei gewoon, ja, we gaan het gewoon doen. Ja. En de burgemeester zei, ja, maar die wist van het convenant. Maar ik niet. Dus wij kregen alleen maar weerstand. En ik was een soort, ik werd afgemaakt door al die burgemeesters en wethouders in de buurt. Toen hadden we is het dan een nadeel dat je geen Limburger bent? Nou, het nadeel dat ik jou nog niet goed kende. Dat is nou helemaal zo. Iedere politieke partij die heeft ook een eigen. Kijk, de overlast is soms ook wel heel erg met het fietsen hier. Dus daarom werken we nu ook met de provincie. We hebben nu een nieuwe afspraak gemaakt voor de komende jaar dat wij ook de routes een beetje verdelen. En dat we ook proberen de mensen een beetje in de week te laten komen, want dan is de ruimte zat. En want voor de business hier is het natuurlijk goed, al die fietsers. Maar ja, als ze op zondag allemaal rijden, dan kan er ook niemand meer. En dan heb je ook de motoren nog en de scooters. En... Maar hoe haal je hier fietsers door de week naartoe? Nou ja, door gewoon daarop te wijzen dat je dan natuurlijk veel rustiger kan fietsen en dat het veel leuker is. En nou ja, we hebben die routes natuurlijk gemaakt ook in die tijd. Ja. Maar even terug naar dat moment. Hoe heb jij het naar de zaterdag weten te halen? Nou ja, uiteindelijk hadden wij al ingeschreven op de zaterdag. Maar ja, die zei, ja, maar wij gaan geen vergunningen geven. Ik denk, nou ja, toen was er 13 februari 2004 een vergadering in Gulp in het gemeentehuis. Ja, maar ja, dat zijn echt wel dingen... Die natuurlijk een punt gezet hebben voor het evenement. Ja, en ik had iemand van Amstel meegenomen. En ik zei, ja, je zegt maar dat je namens de raad van bestuur van Heineken praat. De eigenaar van het evenement. En ja, dat ze dat zo met ons omgaan. Dat we alles maar eens even op de weg zouden gaan leggen. Of dat nog wel moeten blijven sponsoren en doen. Dus het gesprek liep weer hoog op. En ik was de Zwarte Piet en ik was een doordouwer en ik keek nergens naar. En toen zei hij, toen gaf ik hem een schop zo onder de tafel. Ik zeg, ja, je moet nou maar even in actie komen. Dus hij zei, ja, ik praat hier namens de grootste bazen. Ja, als we nou zo ontvangen worden hier in Limburg, dan gaan we toch overwegen om er gewoon mee te stoppen. Nou ja, dat was helemaal de bedoeling niet en zo bedoelden ze het niet. Maar ja, het werd wel gezegd. Ja. En toen was het probleem opgelost. Toen zei hij, ja, maar ja. En toen, dat was 2 maanden ervoor. Die inschrijving was al gesloten en alles. Ja. Het was ook heel spannend natuurlijk. En, nou ja, dus die datum staat in mijn hoofd gericht. Ja, en sindsdien lijkt het waarschijnlijk niet meer los. We hebben natuurlijk ook heel veel aan gedaan. We doen heel veel bewonersbrieven en we doen ook via advertenties en alles. Ja, dat brengt ook zoveel, ja. Maar zou de Amstel Gold Race nog bestaan zonder tourversie? Ja, dat weet ik ook niet. Want het is natuurlijk een combinatie van het een vult het ander aan... is ook heel belangrijk voor de financiering, alles bij elkaar. Het is 1 plaatje geworden, hè? Want ik weet ook wel, 20 jaar geleden, de kosten liepen ook omhoog. En Amstel zei toen ook van, ja, moeten we dat wel blijven doen, weet je wel. Dus maar de tourversie is de belangrijkste sponsor van de wedstrijd? Ja, door elkaar genomen wel natuurlijk. Maar toen hadden we ook geen andere sponsors nog, hè? Dus,
Maar ja, de kosten gaan ook wel omhoog. En zeker de laatste 2 jaar. Dus het is heel belangrijk. En ja, we hebben elk jaar 30.000 inschrijvingen. En we moeten elk jaar nog loten. Dus, wat zeg, want het is voor mijn plek voor ongeveer de helft. Ja, en ja, we doen er ook alles om het nog te verbeteren. Artiesten op het plaats. En daarom hopen we altijd op zaterdag mooi weer en zondag. Nou ja, dan moeten de goden het zelf maar uitzoeken. Ja. Is dat de afgelopen jaren geloof ik niet, zeker vorig jaar niet het geval geweest? Nee, toen was het een beetje... Ja. En 2 weken geleden zag het er ook weer mooi uit. Nu ziet het er weer een beetje wisselvallig uit. Maar ja, vandaag zou het ook regenen, maar zonnetje schijnt. Nou ja, ik reed straks wel eventjes langs de finish. Nou ja, zou bijna zeggen, daar kan hier morgen al gestart worden. Zo nou, zijn de tenten al opgebouwd en de paviljoens. Ze zijn al 3 weken bezig, 2,5, 3 weken. Omdat, hè, dat was ook natuurlijk een punt dat in de coronatijd. Die mensen die in de evenementen zaten, zijn heel veel mensen iets anders gaan doen. Er zijn ook heel veel niet meer teruggekomen. En, dus ja, hoe merk je dat? Nou ja, dat de prijzen omhoog gegaan zijn. Hè, met de veiligheid. Maar met alles, dat is in heel Nederland natuurlijk. Maar er zijn heel veel mensen uit de evenementenbranche vertrokken. Dus dat moet wel op een of andere manier weer in. Vroeger deden ze dat met de hand, die tenten opbouwen. Nu moet het met kranen. Niet omdat dat sneller gaat. Het is zeker niet goedkoper. Maar omdat... je hebt gewoon de mensen niet meer. Nee. Zaterdag dus 15.000 deelnemers. Ja. 3 routes? 5 routes. 5 routes. 6 geloof ik. Dan ga ik ook even twijfelen. Maar... Ga je zelf nog... Of lukt dat niet meer? Ja, dat lukt nog wel. Want ik heb een heel geheime wapen in mijn fiets. Die had ik 40 jaar geleden al willen hebben. Maar toen was het er nog niet. Een heel klein motortje die een beetje helpt. Weet je? Die mijn leeftijd een beetje naar beneden brengt. He, een soort botox, maar dan in je fiets. In je fiets, ja. Ja, zaterdag mag er mee gereden worden. Ja, er is geen controle op. Er zullen best mensen rijden. Ik denk dat het, als je ouder wordt, dat het ook veel beter is. En ik fiets daar sinds 3 jaar mee. Ik vind het helemaal geweldig. Ja. Ik hou in de heuvels te rijden, maar ik hou niet ervan om half naast mijn fiets te hangen. Je zei dat bij de mannenwedstrijd het parcours voorlopig al eventjes uitontwikkeld is. Hoe geldt dat met de toertocht? Daar zit je toch wel een beetje in dezelfde route. Dus we hebben wel eens dingen dat voor veiligheid of dat we bepaalde dingen veranderen. We gaan bijvoorbeeld nou ook dit jaar nog niet, maar we gaan een route door meer noorden doen. Ook om de verdeling van die fietsers. Want dat is best. Wij zijn natuurlijk ook wel een. Wij kunnen ook de mensen wel een beetje op wijzen of meehelpen dat ze wel moeten komen blijven fietsen hier, maar andere momenten en misschien ook andere routes rijden. Ja. Er is ook weer een groep bijgekomen, dus oudere mensen die met een elektrische fiets rijden, die vinden het ook leuk in Limburg. Het is natuurlijk een prachtige omgeving. Maar ja, als iedereen over dezelfde weg rijdt. Ja. Dus we zijn ook aan het kijken om de routes die dus dubbele dingen erin hebben, wat in Amsterdam is ook gebeurd, om die dan op een andere manier in te vullen, dat niet meer over dezelfde wegen rijden. Want ja, en je hebt nog zoveel schitterende wegen die buiten het Amstel Gold Race parcours vallen. Als je bijvoorbeeld de gemeente Beekdalen bekijkt, hoeveel mooie klimmen daar ja, zitten. Ja, maar daar zijn we nu mee bezig en zit ook in het nieuwe plan. En ja, kijk, die Kouberg is natuurlijk toch wel heilig, maar ik denk dat de Kouberg ook het minste problemen ermee hebben, want daar zitten de meeste horeca en hotels. En ja, er zijn natuurlijk stiltegebieden en ja, dat hoor ik ook wel vaak, dat mensen uit het westen hier komen wonen. Maar Leo, Amstel Gold Race is voor mij Gulperberg, Kruisberg, ja, tuurlijk. IJzerbosweg, Vromberg, Keutenberg, ja. Kouberg. Dat is de finale Amstel. Ja, maar jij fietst er nooit. Nee, maar ik ken hem wel. Ja, ja, we hebben het over de fietsers. Nee, maar ik bedoel, als we alles kunnen doen om het een beetje te spreiden. En kijk, in de week kunnen ze best wel meer mensen. Want ik fiets hier ook natuurlijk wel eens. En denk, ja, waar maakt iedereen zich druk over? Maar het gaat vooral over het weekend, hè. Want dan heb je ook natuurlijk de scooters, de motorrijders, de trikes. En, ja. En je hebt de wandelaars. Ja, als we kijken naar de plek op de kalender. Vorig jaar was het eenmalig in het tweede weekend van april. Ja. Eigenlijk in het weekend waar normaal gesproken Parijs-Roubaix was. Ja, er zit echt 12 maanden en een week tussen. Ja, wat toen vorig jaar te maken met de Franse verkiezingen. Waardoor Parijs-Roubaix niet georganiseerd kon worden. Droom je niet stiekem van om eigenlijk dat plekje gewoon vast te houden? Nou, het kwam wel beter uit, hè? Ja, we zitten nu. Als we er tussenin zitten, dan is het misschien toch beter met de opbouw. Kijk, je hebt natuurlijk de kasseienwedstrijden en dan ga je over naar de, ja, naar de klimmers, de heuvels. En vorig jaar hadden we natuurlijk Van Aert. Nou, die reed dan niet omdat hij corona had op een gegeven moment nog.
Maar Van der Poel reed wel. Kijk, uiteindelijk hebben ze allebei de wedstrijd al gewonnen. Dus de motivatie... Ja, die zitten helemaal op die kasseien. Nou ja, Van Aert heeft nog steeds niks. Vlaanderen of dingen gewonnen. Van der Poel, die zit al aan 3. Ja. Maar dat is net als met het weer. Dat is het enige waar ik niks aan kan doen. Nee, maar heb je geprobeerd om die datum vast te houden? Nee, maar het is ook niet echt logisch. Ik denk dat er heel veel weerstand zou zijn. Nou, je kunt het wel proberen. Ja. Maar ik weet ook een beetje hoe het wielrennen in elkaar zit. Maar het is ook eigenlijk een golfbeweging. Hè? Je hebt nu bepaalde renners die echt gewoon duidelijk een punt na Parijs-Roubaix zetten. Terwijl je andere jaren toch meer renners had die wel nog even doortrokken en de Amstel Gold Race nog meenamen. En ik vind dat dit jaar wel velen die stap zetten. Ja, maar die effecten die heb ik natuurlijk in 28 jaar altijd al gezien. Dus het speelt bij mezelf niet zo. Want ik kan er ook niet zoveel aan doen. Maar het is toch wel jammer dat Van Aert en Van der Poel niet deelnemen. Nee, maar ja, daar ken ik niks mee. Als ik iets kan veranderen zelf, dan doe ik er alles aan. Maar hier kan ik niet... Maar probeer dat wel nog om... Nee, dat heeft helemaal geen enkele zin. Maar, het is niet dat jij een ploegleider belt of de renner zelf. Van joh, pak er nog één wedstrijd aan vast. Nou, ik heb één ploegleider gebeld van de week. Giannetti, of de baas van de UAE-ploeg. Ja. En ik zeg, Pogačar komt toch wel? Ik zeg, en hij, die Limburgse Vlaai, daar komt hij echt niet voor. Hij komt om te winnen. Dus dat zou het ideale zijn. Maar bel je hem op toch om even zeker te zijn dat hij wel... Ja, was. Ik wilde toch even weten of hij gemotiveerd was. Nou, volgens mij, dat ventje is altijd gemotiveerd. En Giannetti is natuurlijk een winnaar. Hè? Mijn eerste Amstel Gold Race die ik deed, won hij. Dus ik heb altijd wel... af en toe spreek ik hem wel eens voor. Ja, heb ik hem heel lang gesproken in Giro, was ik in Verona toen de finish daar was. Dus. En toen zei hij ook dat hij graag Van der Poel in de ploeg wilde hebben. Hij zei, maar kun jij er niet voor... Ik zei, dan moet je zijn vader bellen. Hè? Misschien voor het wielrennen wel beter dat Van der Poel die stap niet heeft gezet. Nee, want dan was hij ook geen kopman meer in de Ronde van Vlaanderen. Maar zei hij dat heel nadrukkelijk, die vraag? Ja, hij zei ja. Maar ook omdat die twee goed overeenkomen met elkaar natuurlijk. Hè. Maar je hebt dat niet aan Adrie verteld? Ja, ik heb het hem verteld. Want Adrie was je van het voorjaar, heb hij een keer iets gedaan hier voor de Amstel Gold Race. Een meeting, daar was hij spreker. Toen heb ik het wel verteld. Ja, houdt zijn schouder op, ja. Ik denk dat Van der Poel gewoon goed zit waar hij zit. En ja, het is toch ook bijzonder dat die ploeg, dat hij daar eigenlijk als enige crosser wegrenner werd. En hoe, als je ziet wat die ploeg nou doet, buiten Adrie van der Poel hebben ze ook gewoon een hele goede ploeg. Dus daar zit ook... Buiten Matje, ja. Ja, daar zit of Adrie, ja. Ik gooi ze nog wel eens door de war. Maar ja, ik heb met Adrie zelf gereden. Maar goed, laten we blijven bij het naar hier halen van toppers. Want als je kijkt, ik had het nog met Raymond over. Er zijn nu, denk ik, 6 namen, wereldtoppers, waarvan er nu maar eentje is. Gaat deelnemen. Dat is met Pogačar. Dat moet toch ook... Dat moet toch, ja, maar het is ook wel extreem dat er natuurlijk 6 renners gewoon nu het hele jaar bepalen. Dat hadden we in januari ook niet gedacht. Maar er zijn ook 6 renners die allemaal hier wat kunnen presteren. Ja. Want laten we even noemen. We hebben Van der Poel, we hebben Van Aert, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en dan... het zijn ook renners die de Amstel Gold Race kunnen winnen. Ja. Dus, maar ja, die hebben momenteel andere prioriteiten. Maar je hebt ook andere organisatoren die betalen bepaalde renners om aan de start te staan. Dat is iets wat jullie niet doen. Nee, dat doen we niet. Maar ik denk niet dat de klassiekers dat snel gebeurt. Ik weet het niet. Ik denk niet... Ja, maar bij deze renners gaat het toch helemaal niet om geld. Het gaat om een programma. Tom Dumoulin, die wilden we ook altijd hier hebben. Maar ja, die reed de Giro. Ja, 1 keer te veel misschien, dan had hij de Tour gewonnen. Maar... Nee, maar het zijn er maar 2 van de 6 die al op de erelijst staan. Ja. Nou ja, die hebben we alvast. Dus die hebben ook niet meer de druk om... Nee, precies. Maar dat betekent dat die andere 4 toch... misschien als de Gold Race net niet belangrijk genoeg vinden om hem... Ja, de combinatie Giro Amstel Gold Race is tegenwoordig onmogelijk geworden. Omdat ze allemaal die hoogtestage doortrekken tot aan Luik ongeveer. En die E2 die hebben hem al erop staan. Ja, Pogačar, we mogen wel zeggen dat zijn aanwezigheid deze Amstel Gold Race redt. Ja. Had jij anders klamme handjes gehad? Nee, want ik kan er niks aan veranderen. Dus Nou ja, dan zou ik minder blij zijn. Maar ik ben ook minder blij geweest toen we natuurlijk hier elke keer met een dode koers zaten. Maar daar kon ik dan, en misschien kan ik er over een paar jaar wel iets aan doen. Nee, maar je hebt natuurlijk wel qua beleving en ook publiek, houdt zich natuurlijk wel bezig met wie er aan de start staan. En staan er minder grote helden op het vertrek, dan ga je dat in de... Nee, maar kijk, Pitcock rijdt ook nog, hè? Dus als die...
Ja, ja ik van de week vroeg ook iemand, ja, wie rijdt er? Toen wist ik niet eens een antwoord. Ik kijk helemaal niet op die startlijst. Ja, dat Pogacar, dat had ik dan al heel vroeg opgemerkt. Het mooie van deze editie gaat wel zijn, van behalve Pogacar, die natuurlijk de topfavoriet gaat zijn, zou ik echt geen podium durven te voorspellen. Waar je in alle voorgaande wedstrijden vanaf Milaan zou rijden. Dan kun je ook een open koers krijgen misschien. Hè? Ja, en natuurlijk een heel ander type renner wat we... Nou, ja, maar wij, toen Frank Slek hier won, toen dachten we natuurlijk ook van ja, nou ja, Frank Slek. Hè? Uiteindelijk is het ook een topper geworden. Dus, ja. Ja, iets waar ik, wat ik niet kan veranderen, daar ga ik me ook niet druk over maken. In de organisatie, wat zijn nu de, als je kijkt naar het Nederlands wielren, zijn er echt een aantal grote problemen, waaronder wat politiebegeleiding. Heb je daar nog last van? Denk het niet als één grote... Nee, wij zijn, dat staat gewoon vast dat de politie hier is. En, we hebben nu twee wedstrijden, dus de KLPD, de landelijke politie, doet de mannenwedstrijd al vanaf 96. En de politie, de motard, die doen de dameswedstrijd. En dat, ja, er is geen discussie over. Heb jij, ja, het zou wel vreemd zijn als die ene belangrijkste wedstrijd die we hebben, dat die dan... Ja, ik weet ook niet hoe we het anders in moeten vullen. Ja. Maar goed, veiligheid is natuurlijk ook een hot topic in het wielrennen nu. Ja, we hebben zelfs een veiligheidscoördinator nu die gediplomeerd is. Dat is vanuit de organisatie? Ja, dat is verplicht door de UCI. Ja. Die hebben een cursus gedaan, een driedaagse cursus. Kijk dan. Want ik zag ook op weg hierheen, hoe noem die wegeilanden, ja? Zag ik genummerd... Ja, maar die gaan er elk jaar uit. Precies, dat ze wel vanaf de puzzel weer moeten terugleggen. Nadat de WK in 2012 was, hebben ze daar allemaal middengeleiders gemaakt. Maar die hebben ze zo gemaakt die we weg kunnen halen. En toen wij die in 2013 in finish gingen leggen, nou ja, toen gingen we met de Rijkswaterstaat naar een ingewikkeld verhaal. En dan moesten we dan naar een depot toen. En toen had ik nog iemand ingehuurd. Nou, die zag naar, en ik heb zelf ook hele manen zien van alles. Mijn vriend van 65 jaar al. Uit het Westland. En die komt hier met... hoe heet het? Ik ben even zijn naam kwijt. Ook Ivano. Ivano in de Westlanden. Die doen dat. En het eerste jaar deden ze er ook anderhalve dag over. En nu doen ze het voor de middag. Hebben ze het allemaal weggehaald. En dan leggen ze het langs de weg neer. Ja, maar het is ook ieder jaar weer de kritiek van... Ja, het is er komt steeds meer. Het wordt steeds smaller. Steeds meer auto's langs de kant. Dat zie je overal in de koersen. Dus we zijn niet de enige. Dan zou het veel kwalijker zijn. Ja. Plus wij hebben een convenant met de gemeentes. Dat wij ingelicht worden als ze iets gaan doen. En er zijn wel gemeenten. De gemeente Ullestraten die heeft dat niet gedaan. En die had al dingen. En die haalden ze weg. En die heeft vorig jaar of twee jaar geleden. Hebben ze zoveel dingen bijgelegd op 3 kilometer. Dat is net zo'n spel met die ballen. Weet dat zo'n... Dat je het gevoel hebt dat je de tulpenrally moet rijden. Maar die hebben we daar nou echt gewoon uitgelaten. Dat je zegt, ja, dit gaat helemaal nergens. Maar, en nu hebben ze vaste dingen. Dus ja, dan heb je het ook geen zin om die andere dingen nog weg te halen. Want het is net een mijnenveld waar je doorheen rijdt. Wat is je grootste frustratie bij het organiseren? Nou, dat is toch ook niet zo. Maar ja, kleine probleempjes. Maar ja, weet je, ik denk nooit in een probleem. Ik denk in een oplossing. Want een probleem, daar kun je niks mee. Nee, maar zelfs met, laten we zeggen, wegen die... steeds lastiger worden om ze beveiligd te krijgen. Nee, maar daar zijn we ook op ingesteld. Dat is nu eenmaal zo. Maar is het dan geen frustratie dat bij elke valpartij er altijd naar de organisator bijna wordt gewezen? Nou, terwijl 90%... Dat is wel een frustratie, maar dat werkt ook niet zo. Kijk, er kan altijd wat gebeuren. We doen er alles aan. We werken met veel mensen. Vanmorgen had ik ook een interview. Heb ik Roy nog. Ik zeg, hoeveel motards hebben wij nou? Buiten de politie, zondag... 96 mensen die de weg afzetten. En dan nog denk ik 150 of 200 mensen die op vaste plekken. Maar bij ons kunnen ze dan meerdere plekken doen. Ja, weet je, dus als je langs een weg rijdt en je ziet al die lantaarns zien, dat elke lantaarn zou eventueel gevaarlijk zijn. Maar ja, wielrennen is een gevaarlijke sport. En ik let er nou ook de laatste jaren ook wel meer op de televisie. Hè. Omdat we natuurlijk ook een issue hebben. We nou een veiligheidscoördinator. Vanuit de CPA, dat is de wielervakbond, zijn er ook weer mensen die dan weer... Ja, er komen nou zoveel mensen en we hebben een VAR en weet ik het allemaal. Maar je ziet juist in de laatste weken heel duidelijk, vind ik... Ja, in de Ronde van Vlaanderen, in Parijs-Roubaix, dat de renners de oorzaak zijn. Maar ik ben zelf renner geweest. Weet je, als je naar een weg toe rijdt die maar 2,5, 3 meter breed is... en toe rijden misschien met 150 of 120 of weet ik het... en nu rijden ze met 180...
Ik heb gisteren nog ook een podcast gehad bij jongen van den Berg, hoe heet je zijn voornaam? Lars. Lars van den Berg. En hij zegt ook, ja, de renners, ja, dat is het probleem natuurlijk. Iedereen die wil, die ploegleiders, ze zitten maar te toeteren door die oren. Hij zegt, het is verschrikkelijk. Ja, alleen maar naar voren, naar voren. Dus ze worden gewoon opgehuurd. Ik denk dat daar het grootste probleem is. Ben je dat op zich dan ook, blij is misschien het verkeerde woord, maar wel dat je denkt, oké, het is wel zichtbaar dat het dus niet... Nou ja, ik had dat als onderbok wordt aangewezen. Nee, maar er kan altijd een keer iets gebeuren wat ook door iemand die niet op zijn plek staat. Of dat, het is een gevaarlijke sport, maar de renners moeten ook opletten. En die... Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met aanspraken en dat soort dingen. Je kunt ook gigantische claims... daar zijn we dan voor verzekerd, maar dat hebben we nog niet gehad. Maar het zijn ook mensen waar we van afhankelijk zijn. Hè? Het zijn geen machines, het zijn ook mensen. Je moet maar wel die mensen allemaal bij elkaar hebben. En ik vind wel, wat ik op televisie zit, ik soms wedstrijden te kijken. We hebben nou zulke mooie, lelijke valpartijen gehad in de finish. En dan zie ik een wedstrijd. Dan legt in de finish leggen in een bocht. En ik denk, ga daar eerst eens wat aan doen. Want uit onderzoek blijkt ook dat in de laatste 40 kilometer ook de meeste valpartijen zijn. En wat jij net zegt, als je in de Ronde van Vlaanderen kijkt, er waren zoveel valpartijen. Kijk, Parijs-Roubaix is nog anders, dan vallen ze ook vaak door. Ja, dat is ook moeilijk. Hè? Als je op de Aardenberg, als de eerste valt, ja, waar moet je heen? Hè? Je kan niet eens meer remmen. Weet je wel? En als je remt, dan lig je ook. Maar in de Ronde van Vlaanderen waren er natuurlijk zoveel valpartijen. Iedereen wil, en die ploegleiders zitten maar te toeteren. Die jongens zeggen ook, die Lars. En zeggen, ja, het is verschrikkelijk. Maar je kan hem ook niet uitleggen, want als je iets niet gehoord hebt. Maar hij zegt, de renners kijken ook niet in het boek, want die ploegleiders zeggen, ja, opletten, opletten. En ze beginnen al 30 kilometer voor een bocht die naar links is, die gevaarlijk is. Ja, opletten van voren, want over 30 kilometer. Ja, ik ben er nooit bij geweest, maar ik denk, ja, maar wat dat is ook een... In de E3-prijs zagen het ook misgaan met een motaar in koers. Ja, die uitgleed op de Quaremont. Ik weet ook niet wat daar nou precies gebeurde. Maar ja, weet je, het leidde wel de discussie op over ook het voordeel van motaars die voor cameramotaars, fotografen die voor... Ja, maar weet je, het is zo, dat is natuurlijk altijd als er een ongeluk gebeurt. Ja, ja. Waarom reed die daar? Ja, waarom is dat ongeluk in Leiden gebeurd met die treinen? Ja, het is altijd een opeenstapeling van dingen die gebeuren. Maar zijn er dat soort incidenten dat het wel eventjes intern besproken wordt van oké, moeten we hier wat mee? Moeten we niet nog minder foto's? Nou ja, wij zijn de enige wedstrijd die met minder fotografen rijden. Die mag er officieel 12 en wij hebben er altijd 7 of 8. En daar zit ik bovenop. Want dan denk ik, maar ja, als ik dan alle foto's zie in de kranten, dan valt het ook wel mee. En ja, eigenlijk, ja, dat noemen ze dan een beetje broodroof. Eigenlijk zou je met 2 fotografen gewoon de wedstrijd kunnen doen. En de foto's kunnen ze uitdelen. Of ik weet niet hoe jij daarover denkt, Ramon. Jij bent... Je zit dichter bij de pers. Nou, ik vind dat 2 vind ik overdreven. Kijk, de veiligheid van de wedstrijd staat voorop. Wij rijden ook op het laatste ook. Maar dat gebeurt overal. Hè? Dat is de pool wat zogenaamd is. Maar kijk, elke fotograaf heeft een andere opdracht. Een andere insteek waarmee hij fotografeert. Waardoor je andere soorten beelden krijgt. Dus ik vind wel dat je daarvoor moet openstaan. Maar de veiligheid staat voorop. En je moet ook met de Amsterdam Gold Race rekening houden dat die hele finale over hele smalle wegen gaat, waarin nauwelijks mogelijkheden zijn om renners, om auto's te passeren. Ja, dus je moet streng zijn. Ja, ja. Nou ja, en daarom hebben wij ook dat standpunt. We hebben gewoon echt, ook wel eens mensen geweigerd dat je zegt, ja, we willen er gewoon niet meer. En wij zijn ook denk ik een van de weinige wedstrijden waar dus die 96 mensen waar ik het over heb, die met de vlag staan of op gevaarlijke punten, die nooit de renners passeren. Dat heb ik vroeger ook meegemaakt, dan hebben ze ergens staan, dan moeten ze weer naar een ander punt. Maar ja, omdat wij hier, als je hier een cirkel trekt, is het misschien maximaal 30 kilometer, als het is. Dus de koers op de postzegel, hè? Ja, dus we draaien rond. Dus die mensen die kunnen overal afsteken en die hebben een badge, dus die worden door de politie overal doorgelaten en... Ja, daar zijn we natuurlijk ook al blij mee. Want het is ook weer een van de andere problemen waar Nederlands wielrennen dan mee kampt. Zijn steeds minder vrijwilligers die in organisaties willen zitten. Ja, maar dat valt wel mee. Want een paar jaar geleden is er in Limburg op een school is er een soort cursus gestart. En daar komen toch ook heel veel jongens vandaan. En die hadden we vorig jaar niet. Want toen moesten ze die dag moesten ze precies oefenen voor de koningin. En de koning kwam in Maastricht dan.
Dan gingen ze precies op de zondag doen van de Amstel Gold Race, gingen ze oefenen. En heb je dat toen opgelost? Nou ja, dan moet je links of rechts, ja. Gewoon oplossen, nooit in een probleem. Laten we gaan naar de vrouweneditie. Die is er een aantal jaar geleden ook bijgekomen, 2017. En dit jaar meer kilometers, ja. En meer bergen. Of meer hoogte. En drie heuvels, drie extra bergen. Ja. Nou ja, weet je, we zijn toen begonnen met... het is natuurlijk ook die puzzel is natuurlijk wel een probleem om twee wedstrijden door elkaar te laten rijden. En als je zeker ook nog wil dat de mannen of de vrouwen op dezelfde plaats starten. Het liefst ook de presentatie met de mannen en de vrouwen door elkaar. En sommige ploegen hebben een mannen- en een vrouwenploeg. Dus ja, dat vonden de dames natuurlijk geweldig. Want als je ze natuurlijk serieus neemt, dan moet je ze niet ergens op een industrieterrein laten starten. Dus dat hebben we vanaf het begin gedaan. Als we gaan doen met de dames, dan gaan we het ook zo gelijk mogelijk maken. Vorig jaar hebben we de prijzengeld gelijk getrokken. We betalen alle ploegen ook meer geld. Omdat uiteindelijk in de breedte moeten die ploegen ook groeien. Het gaat gewoon om startgeld. Ja, het startgeld. En we hebben gezegd, Annemiek van Vleuten, die won de Tour. Toen heb ik een appje gestuurd, gefeliciteerd. En nou de Amstel Gold Race nog, die heb ze nog niet gewonnen. En toen stuurde ze terug, ja, dan moet je wel wat aan het parcours doen. Want voor mij is het te kort. Maar de eerste keer dat we reden, toen werd Toorn van Breggen, die reed alles uit elkaar. Maar ja, na één of twee jaar, dan komt er toch een soort... Ja, dan weten de mensen het parcours, de dames en dan, ja... En in de breedte worden de grensers beter. Dus, en Leontien die zei het al een paar jaar, we moeten meer kilometers. Ik zei, ja, maar het is zo'n ingewikkeld verhaal. Want er moet dan een doortocht van de mannen hier in Valkenburg eraf. Maar ja, uiteindelijk nu, toen Annemiek dat zei, dacht ik, ja, nou moeten we gewoon alle koersen. Er zijn in de Tour was volgens mij vorig jaar al een Tour voor dames. Was een rit van 180 kilometer. Ja, klopt. Maar goed, het is ook best een offer. Voor de mannen om een en het publiek hier om ja, maar dat hoort toch bij gelijkheid? Ja. Dus, en toen was ik er ook rijp voor, laat ik het zo zeggen. Ja, heeft dat lang geduurd? Nou ja, ik zag ook, het is een, we hebben er een paar jaar geleden uren en dagen op gezeten. En we konden niet tot een oplossing komen, want het ging altijd ten koste van iets. En of je moet de start veranderen, dat ze niet meer... plus je hebt al die mensen nodig met twee wedstrijden op dezelfde tijd... En dan leg heel Limburg op zijn kop. Dus we doen het ook dat hoe we rijden. Want we rijden in het begin achter elkaar met een tijdverschil. Ja, dat is ook economisch. Omdat je niet heel Limburg ook kan ontwrichten natuurlijk. Ja, en zijn ook de... Maar uiteindelijk zijn we eruit gekomen en nu gaat het gebeuren. We gaan nu 157 kilometer. En... Ik moet wel eens, wat ik mooi vond. Ik heb voor het voorjaarsnummer van Ride Magazine een interview onder andere gemaakt met Louis de La Haye. De trainer van Annemiek van Vleuten. Dat kwam voor in een portret rond Annemiek wat ik maakte. En die gaf aan, ja, we zijn deze winter vooral op explosiviteit aan het trainen. Ja, en dat is juist hetgeen wat ze toch tekort kwam op de Kouberg. En tot dusver valt het voorjaar van Annemiek toch redelijk tegen. Vierde plek in de Strade Bianche. Dan een tegenvallende Ronde van Vlaanderen, mede door een valpartij. Maar mijn vermoeden is dat Annemiek dit jaar alles zet op Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. De wedstrijden die beslist bij de vrouwen gaan worden op de Kouberg en op de Muur van Hoei, vermoed ik. Ja, daar heeft ze naar explosiviteit gewerkt. En dat zijn juist de twee wedstrijden die ook nog ontbreken op haar palmarès. Ja, dit is haar laatste kans, omdat ze na dit jaar gaat stoppen. Ja, Leo, heb je niet nagedacht om er gewoon nog wat kilometertjes bij te doen om te zorgen dat die kans... Ja, maar dan, nee, maar dit is goed. Ja, uiteindelijk moet zij trappen natuurlijk. Ja, maar ze krijgt niet veel kansen meer als ik het goed begrijp. Ja, maar als je kijkt nu bij de vrouwen, daar start wel gewoon iedereen... Ja, maar ja, dat is ook wel weer een beetje een probleem. Gewoon Lotte Kopecky. Ja. Maar die rijdt bijvoorbeeld, denk ik, niet de Waalse Pijl. Of de Brabantse, Waalse Pijl. Ja, maar ja, bij de vrouwen, die kunnen ook op een gegeven moment ook niet alle wedstrijden meer rijden. Want die moeten ook de Tour en de Vuelta. Ja, de dames hebben te weinig renners in hun ploeg. Dus dat is een probleem gecreëerd door hun eigen succes. En dan het belangrijke is dat er heel veel jonge meiden bijkomen die gaan fietsen. Je ziet ook wel dat het peloton breder wordt. Hè? Want eerst wonen Nederlanders alles. SD Works heeft ook veel internationale meiden. Omdat je niet alles meer uit Nederland kan halen. En, ja. Het wordt veel internationaler. En ik kijk ook graag naar dameswedstrijden. Er zijn vaak hele mooie wedstrijden bij, hè. Wat betreft het parcours, goed, er komt dit jaar dan een wijziging.
Er moet nog even van blijken hoe dat de koers gaat beïnvloeden. Wat zijn daar nog wel nog meer wensen die je op het lijstje hebt staan? Voor de dames of voor de dames? Nou ja, als die kilometers niet helpen, moeten we daar misschien ook eens een keer wat nog iets anders veranderen. Ja, wat betekent ook, ze gaan geloof ik nu voor de mannen van start. Ja, ze gaan voor de mannen starten. En 35 minuten ervoor. De eerste 60 kilometer rijden ze hetzelfde. En, nou ja, en dan beginnen ze. Ja, dan rijden ze ook die finale van de mannen eigenlijk een stuk. En dan rijden ze hier die rondjes. Ja, maar ook de ploegleider van Annemiek gebeld. Kijk hoe ze. Ik weet niet eens hoe die heet. Ja, het zal een Spanjaard zijn. Ja. Ja, dat is die zoon van Unzué, hè? Ja. Zwaar, ja. Ja. Nee, maar ja. Ik heb Annemiek eigenlijk ook niet meer gesproken daarna. Maar ik begrijp dat ik van de week in een of ander interview zit waar ze ook in zit. Of een tv. Dus dan gaan we er wel bij L1 op zaterdagavond. Dan wordt zij gebeld vanuit in het hotel. Terug nog even naar de mannenkoers. En vooral nou ja, het wedstrijdverloop, het koersverloop. Wat zijn jouw verwachtingen daarvoor? Het koersverloop zal niet veel anders zijn. Alhoewel dan natuurlijk veel minder van de Poel en van Aert maakt in de wedstrijd natuurlijk wel veel uit. En dan heb je ook hele mooie wedstrijden gezien als ze er niet waren. En Pogacar, ja, dat is natuurlijk de, ik denk dat die UAE-tour zal veel werk moeten gaan doen. Een soort Rabo van vroeger. En, maar aan de andere kant denken de andere ploegen ook van, ja, weet je, als Van der Poel en Van Aert niet zijn, dat is ook onze kans. En ja, Pidcock, als je ziet hoe die Strade Bianchi reed, ja, die kan dit toch ook. Die Alpe d'Huez wint. Dus. Ik denk, omdat er op Pogacar open na koers geen echte favoriet is, dat je inderdaad een hele open koers gaat krijgen. Je weet niet op wie je moet gaan afstemmen. Ja, dat kan het heel spannend gaan maken. En dan het voordeel dat de topfavoriet Pogacar is. We weten ook dat hij op 40, 50 kilometer van de streep durft te koersen. Ja, en misschien ook wel een Jumbo-Visma, wat toch een beetje het gevoel heeft van, we moeten wat gaan rechtzetten. Ja, maar die begint Gent-Wevelgem toch nog gewoon. Nee, maar goed, niet de eerste, de beste koers natuurlijk. Nee, maar wel de twee wedstrijden waar het voor hun, hè, alles was pannenkoek, hè. Het ging om Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. Ja. En daarvan hebben ze gezegd, ja, dat die missie is niet geslaagd. Nee. Nou, toch vind ik, als ik kijk naar de deelnemersveld, de ploeg die Jumbo-Visma voorlopig heeft opgesteld. Er kunnen natuurlijk nog wijzigingen tot één dag van tevoren komen. Ja, Attila Valter en Thijs Benoot, die moeten die ploeg dragen. En dat is toch niet het sterkste team wat je zou verwachten. Hè? Dus geen Van Aert, geen Vingegaard, geen Roglic voor een wedstrijd op Nederlandse bodem, voor een Nederlandse ploeg, vind ik het toch een magere bezetting. Ja, Benoot vorig jaar wel derde, maar het zijn niet de beeldbepalende renners. Nee, maar ja, ze hebben ook geen 10 kopmannen natuurlijk. Hè. Nou ja, die drie, net niet. Die drie renners die mede het hele voorjaar, dat is ook wel uniek, dat 6 renners zo dominant in alle wedstrijden geweest zijn. Maar 3 daarvan zitten in die Jumbo. En geen van die 3? Nou, 3. En je mag best ook, de Fransman ook al een beetje meerekenen. Ja, Laporte. Die hier ook goed uit de voeten zou kunnen. Ja. En ook niet start. Die start niet? Hij staat in ieder geval niet op de voorlopige deelnemerslijst. Nee, ik denk ook dat hij wel eens een breuk heeft. Aangezien hij al sinds Omloop het Nieuwsblad in de weer is. Nee, maar eigenlijk de eerste vraag die we ons moeten gaan stellen voor deze Amstel Gold Race is, welke ploeg gaat deze koers dragen? Nou, en hij denk ik sowieso. En ik denk ook Ineos met Peacock. En ik die denk, is hier ook tweede geweest of eerste, ik weet het niet meer. Ja, ik scheelde maar in mijn ogen heeft Bora Hansgrohe ook een hele sterke ploeg. Ja. Ook met de Nederlander waar we het meeste van mogen verwachten, Ide Schelling. Heel sterk gereden de afgelopen week in het Baskenland. Ja, die is weer aardig terug. Hè? Vorig jaar toch een beetje. Normaal, want we hebben eigenlijk geen duidelijke graadmeter van hoe de koers ervoor staat. Baskenland vond ik ook alweer zwaarder geworden dan de afgelopen jaren. Maar als we eigenlijk de laatste 10 jaar gaan kijken, de indicator voor wie goed gaat zijn in de Amstel Gold Race was het Baskenland. Ja, en dan komt Schelling er toch heel goed uit. Ja, maar dan, dat hopen we natuurlijk met z'n allen. Maar ja, weet je, als er echt op aankomt. Ik heb hier ook renners, top renners, gewoon zien sterven op een beklimming. Wout rijdt ook weer mee, hè, Wout Poels. Die heb ik van de week nog gesproken. Ik zei, nou, Wout, nou moet maar een keer gebeuren. Maar ja, het is net wat je zegt. Vroeger kon je zo 10 mensen opnoemen die je zegt,
Maar door die overmacht van die hele goede renners. Nou, we kunnen er een paar op noemen. Maar ga maar kijken naar die etappekoersen. Er winnen één of twee renners, die winnen allebei drie ritten en het is klaar. Nou, maar als we een paar namen gaan noemen: Pogacar, Pidcock, Cosnefroid, Alaphilippe, Dylan Teuns, Mohoric, Kung, Woods, Benoot, Matthews, Madouas, Kwiatkowski, Schachman. Kwiatkowski, die was toch zwaar gevallen of is die weer? Nee, die fietst weer. Dat is natuurlijk echt een Amstel Gold Race. Maar het zijn eigenlijk allemaal renners op Pogacar na. Ja, ze kunnen allemaal winnen en dan is het geen verrassing. Nee. En het zijn goede renners, als je die namen zo weer hoort. Maar als ze niet winnen, dan ben je ook niet verbaasd. We hebben één renner nog. Goed, die staat misschien zelfs een treetje eronder. Maar die heeft speciaal de kasseikoers laten liggen om nu op deze wedstrijd te... Je hebt dan een vermoeding wie ik ga zeggen? Ja. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Van Destiny. Van Lotto Destiny, ja. Rijdt ook nog eens in kampioen van Nederland. In een opvallend truitje. Pascal Eekhoorn, ja. Ja. Ja, en die... En niet alleen de Volta Limburg Classic al... Ja, maar kijk eens even hoe hij de WK vorig jaar reed. Ja. En daar werden renners gelost. Die natuurlijk wel op die hoge treden stonden ook. Ja. En als hij hem even op het goede moment omkijkt, dan wordt hij tweede. Nou ja, die is ook wel helemaal gefocust op deze koers. Dus... Wie weet. Precies, ook weer zo'n renner die erbij zit. Ja en Ide Schelling, die had een heel lang vorig jaar last gehad ook van corona en allerlei naweeën daarvan. Maar is inderdaad weer helemaal terug en hoopt nog op een tourselectie in deze periode veilig te stellen. Dus die, dat zijn de mannen die we hier absoluut kunnen verwachten. Toch nog eventjes, het uitdelen van die wildcards. Het is... Ja, voor ons altijd een beetje aan de buitenkant een beetje een loterij van waar het naartoe gaat. Een aantal kun je altijd wel intekenen. Zitten veel bedrijven in de loterijen tegenwoordig. Maar zeker de laatste jaren is het natuurlijk best wel open naar wie het toe zou kunnen gaan. Hoe bepaal je dat? Nou ja, je wacht het eerst even af welke ploegen in aanmerking komt. En die melden zich natuurlijk ook. En ja, we kijken ook wel even naar Belgische ploegen. Hè. We zijn toch in Nederland-België. Ja, en dan kijk je gewoon ploegen die interessante dingen hebben. Fabian Cancellara is helemaal speciaal naar mij toegekomen in Amsterdam om te laten zien wat voor ploeg hij heeft. En hij zegt, die andere koers hebben we nog niks te zoeken, maar wij denken dat we een paar goede renners hebben voor de Amstel Gold Race. Maar dan voel je je toch wel vereerd als Cancellara helemaal naar Amsterdam komt? Ja, maar moet je dan speciaal komen? Ja, en dan kwam hij met zijn manager, weet ik, van die... Nou ja, en hij heeft gewoon een heel mooi verhaal. En hij heeft een prachtige mooie sponsor. Wat ik zo mooi vind van zijn ploeg. Nee, hij heeft één sponsor, Tudor, één sponsor erop. En hij had gewoon een heel goed verhaal. Eigenlijk zoals hij als renner ook was. Weet je wel. Dat heeft me wel indruk. En ik denk... Nou, hij hoeft er geen horloge aan te pas te komen om... Nee, kijk, ik heb helemaal geen horloge. Je hoeft voor mij helemaal niet om te kopen. Ik heb een heleboel horloge, maar ik heb ze nooit om. Dus ik vind het best... Nee, maar hij had een mooi verhaal en dan denk ik, net wat jij zegt. Het is toch wel heel bijzonder dat hij speciaal naar Amsterdam komt vliegen. En en ik heb in het verleden ook altijd wel een beetje contact met hem gehad. Of wat, we kenden elkaar al. Hij was zelfs bij mij thuis met de Ronde van Wateringen. Heeft hij bij mij thuis geslapen. En, dan heeft hij nog wel eens contact met mijn dochters. Dus via Facebook of wat. En hij heeft een mooi verhaal. En dan heb je Aard Vierhouten met de ploeg van... Q36.5. Ja. Dat had ik misschien ook wel makkelijk. Maar daar zit ook een heel grote investeerder achter. Die wil gewoon een mooie ploeg gaan bouwen. En dat Tudor is van Rolex. Hè? Dat is een heel speciaal. Dat is een stichting. Dat is heel... En die gaan, weet je, hij kan gewoon zijn gang gaan. Hij kan gewoon een mooie ploeg bouwen. Ja. Want dat is ook belangrijk. En er zitten nu ook een aantal Nederlanders erbij. Ja. En die voorwaarden heb jij gesteld. Nee, die had hij zelf er al in. En nou ja, daar kijk je dan een beetje naar. En we hebben die Noorse ploeg nou erbij. Uno-X. Uno-X. En de Belgen, Wouter Plankaartse ploeg. Dat is natuurlijk ook een soort opleidingsploeg. En daar zitten, die hebben we ook altijd rijden. Die vliegen ook altijd erin in de koers. Ja, en dan in het verleden hadden we nog 6 of 7 man die we aankonden. Maar nu wordt het steeds minder, want er zit ook een klassement. En ik denk dat we er nu maar 3 of 4 mogen aanwijzen. En zo selecteren we een beetje. Het zijn er 4 plus 2 automatische wildcards. Ja, en eerst waren het er 7 en toen 6. Ja, daar kom je altijd wel uit. Ja, dan moet je soms wel eens mensen teleurstellen. En... Hoe lang gaan we jou nog als koersdirecteur zien bij de Amstel Gold Race? Nou, van de week denk ik nog een dag of 6. Nou, ik wil nog een paar jaar doorgaan, maar... Ja. Want jouw voorganger, die
Die hebben 30 jaar gedaan. Ja, en die zei op toen die pensioengerechte leeftijd behaalde van ja. Goed moment om het stokje over te dragen. Ja, maar die had. Jij zit nu rond die leeftijd. Nou, dan ben ik al voorbij. Hij zou in november 65 worden en toen. Ja, maar in de tussentijd is natuurlijk wel de pensioenleeftijd. Ja, maar hij zijn gezondheid had ook altijd last van zijn hart, want ik moest hem dat jaar ook altijd ophalen bij Leiden in de buurt. Dan haalde ik hem op en dan reden we hierheen en dan bleef ook altijd slapen dan. Ja. Ja, tussen nu 65 en toen 65 is wel een groot verschil. En ik fiets nog veel en ik ben nog fit. En ja, je weet het ook niet, hè? Want, je hoort op mijn leeftijd, ik ben 67, hoor je ook, die hebt dat en die hebt maar dat. Maar het vuur dat... Het vuur zit er nog in. Zit nog in. En ik ben nog steeds gemotiveerd. Ik rij nooit meer tegenzin naar Limburg. Maar ik heb voor mezelf wel een houdbaarheidsdatum dat ik... Laat ik het maar om een paar jaar houden. Ja, die is hier van nog niet. Geen 5 jaar meer, laat ik het zo zeggen. Als jij 1 wens mocht doen qua ontwikkeling van de koers, waarvan je nu al eigenlijk weet dat is om wat voor allerlei bezwaren dan ook niet haalbaar, maar waarvan je zegt dat is toch nog wel, als dat ooit gaat lukken hier, heb je die? Ja, jij bedoelt een monument zeker. Ja, ik zeg altijd een monument zijn we over 100 jaar ook, want dan zijn we ook echt oud genoeg. Alleen, dan gaan we het zelf niet meer meemaken. En dan zijn er waarschijnlijk geen 5. Nee, maar je kan er niet zo van wakker lachen. Ja. Weet je, er zijn, in die jaren zijn er allemaal stromingen. Dan hebben ze het meer over monumenten dan weer een periode niet. En ja, wij zijn toch een mooie wedstrijd. We horen er gewoon bij. En is het niet gewoon het enige wat essentieel is dat je een zondag in april hebt? Ja, we zitten ook op een goede datum. Dat, nou ja, dat is ook al belangrijk. En ja, weet je, uiteindelijk de journalisten en de renners die bepalen of je een goede wedstrijd hebt. En ik denk... Elke renner wil de Amstel Gold Race winnen. Ik bedoel, Van der Poel en Van Aert. Ja. Ze zijn allemaal begonnen met de Amstel Gold Race. En Pitcock is misschien nog... Die heeft nog het gevoel dat hij hem eigenlijk gewonnen heeft. Als ik hem spreek, dan... Ik durf hem eigenlijk niet aan te kijken. Want hij, volgens mij denkt hij dat ik er nog invloed op had. Maar, ja. Ja, maar... Ja, ik ga niet meemaken dat de Amstel Gold Race een monument wordt. Maar dat hoeft voor mij ook niet. Joh. Het staat als een huis en we hebben een prachtig evenement. De combinatie met de Tour, toch? De vrouwen erbij. Wat jij net zei, 365. Ja, het is toch mooi? Ja, dat zijn hele mooie woorden. Ik ben er trots op en ik ga het nog een paar jaar met plezier doen. Nog 1 slotvraagje. Gaan we weer een finishfoto krijgen? Nou, we hebben nu de finishfoto. Die nu de finishfoto doet, is de organisatie die ook voor de Tour de France doet. Dus nou ja. En de jury hebben we ook via en hebben de beste jury, de beste mensen die in Nederland zijn, juryleden zijn er. En ja, en ik ben toch dan afhankelijk van andere mensen. Ja, ik wil hem gaan afsluiten, maar nu ga je toch weer wat interessants allerlei vragen oproepen. Is er een wijziging geweest in wie de finishfoto heeft gemaakt in 2020 ten opzichte van nu? Nou ja, we hebben in 2020 hadden we iemand en die heb in 21 ook gedaan. Ja. Maar die was niet die was niet de oorzaak. Dat was een jurylid. Ja. Wat ik een beetje begrepen heb, die had wel de goede winnaar, alleen die gaf die het verkeerde nummer. En die geeft het door aan iemand van de jury en die maakt het via de koersradio bekend. En toen kwam het probleem. Alleen, ja, ik heb 1 voordeel gehad. De NOS komt naar mij toe. En ik had het ook helemaal niet in de gaten, want ik stap uit je auto en ik zie niet wat er op televisie gebeurt. Ik wist ook niet dat... Ja, ik wist ook niet wie er gewonnen. Dus ik vraag ook wie hebt er gewonnen. En toen ben ik die jury, die bus ingegaan waar die renners zaten. En die Corsenvoix, die was gewoon... toen hoorde ik, hij is tweede. Dus ik was helemaal niet van, goh, wat is er nou gebeurd? Dus ik heb het helemaal niet meegekregen. En toen later komt iemand van NOS, kunnen wij de jurylid spreken? Dus ja, die is daar, dan moet je aan hem vragen. En die zei gelijk, dat is voor mij wel prettig geweest. Ja. Dat hij natuurlijk gelijk toegaf... Ja, dat hij een fout gemaakt heeft, want anders dan krijg ik het allemaal over me heen. En dan loop ik niet voor weg, maar ja. Wij kunnen niet aan de jurybeslissingen en dingen. En we hebben nu gewoon geen risico meer, want deze mensen die doen de Tour, die doen heel veel wedstrijden. Ja. Maar jij leek me toch iemand die wel ieder jaar eventjes gaat kijken hoe die er... Nou, vorig jaar heb ik de hele vrijdag op die finish gelopen, omdat die weg opnieuw geasfalteerd was. Dus de oude streep was weg. Ja, en dan is het wel, ik denk, die streep moet gewoon haaks liggen. Dat niet een journalist daar s'nachts gaat meten met een landmeter, met iemand, een ingenieur van weet ik waar, van een hogere school. Dus ik denk, ik moet er de hele dag bij lopen. En
dan ben ik wel zo. En dit jaar, nou ligt die streep er, maar ik ben er, omdat er nu een nieuwe jongen verantwoordelijk is bij de finish, ben ik er dit jaar ook nog bij. En dan, ja, die dingen zit ik dan wel bovenop, omdat ik mezelf wel aantrek natuurlijk. Ik heb een hekel aan, als iets fout gaat. En uiteindelijk komt het bij mij terecht, ook al kan ik er niks aan doen. En ik loop er ook niet voor weg. Met een rechte streep, rechte finishstreep, sluiten we deze aflevering af. Leo, hartelijk dank. Ja. Heel veel plezier. Ik hoop dat de luisteraars er wat aan hebben. Dat weet ik wel zeker. Raymond, dankjewel. En op naar een hele mooie editie komen. Ja. Nog met Pokercharm van Vleuten. Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Dat gedroomd podium. Ja. Ja. Goed. Dank maar voor... daar heb ik ook geen invloed op. Er zijn nog goede woorden om nog even mee te geven. Dank voor het luisteren. En volgende week dan zijn we weer terug met een nieuwe Wielerflits podcast. En dan gaan we het hebben over Luik Wassenaken. Luik. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Sani Direct, trotse partner van de Amstel Gold Race Toertocht.